En wat is CO2-neutraal wonen? Geen uitstoot. Letten op je verwarming. Wat was dat ook alweer? Dat was toch waterstof, dacht ik? Energie opwekken door te sporten, je eigen smoothie bij elkaar fietsen en alles leren over duurzaam leven. Het kan tijdens de nieuwe energiebootcamp van Duurzaam Den Haag. Maar in hoeverre is Den Haag eigenlijk zelf bezig met duurzaamheid? Als ik jou vraag, wat weet jij over duurzaam leven? Wat zeg je dan? Oh god, niet zoveel. Afval scheiden. Duurzaam leven, dat houdt in milieubewust leven. Dat vlees, dat je niet te veel vlees moet eten. En leef je zelf ook duurzaam en op wat voor manier? Ik zou niet zeggen dat ik heel duurzaam leef. Ik scheid inderdaad wel mijn afval, maar ik rij ook in mijn dieseltje uit 2000, zeg maar. We hebben een groene stroomleverancier. We hebben overal ledlampjes in zitten. Geen plafuis in de tuin. Afval scheiden. Boodschappen bij de Ecoplaza. Als we het kunnen betalen. Leren insecten eten, dat is wel handig. Nu hebben we een duurzaamheidsquiz ontwikkeld. Ben je er klaar voor? Nou, kom maar op. Wat is een hitteeiland? Een hitteeiland? Nee, ik zou niet weten waar ik dat aan denk. Dat is een plek in de stad, of plekken in de stad, waar heel veel steen is, weinig bomen, veel glas is, waar eigenlijk de zon de hitte niet kwijt kan. Waar dus de aantal graden hoger ligt dan andere gedeeltes, waar meer groen is. En wat is CO2-neutraal wonen? Geen uitstoot. Letten op je verwarming. Dat je die niet aan laat staan terwijl je het raam ook openzet. Met zonnepanelen of iets dergelijks werkt, waardoor je geen andere energiebronnen volgens mij gebruikt. Wat was dat ook alweer? Dat was toch waterstof, dacht ik? Dat wat je uitstoot gelijk staat aan wat je opbrengt. Nu willen ze eigenlijk in de toekomst dat mensen zonder gas gaan koken. Zou dat kunnen voor jou? Ja, ik vind het alleen niet zo heel erg. Ja, je eten smaakt wel anders, zeg maar. Ik vind koken op vuur fijner. We hebben een barbecue thuis. Maar ja, je kan er ook echt wel een aantal goede gerechten mee maken. Dus. Ja, zeker. Ja. Als dat beter bijdraagt aan een gezonder milieu. Ja, maar dan moet de elektriciteit waar je op kookt ook wel ergens weer goed vandaan komen. Ja. Ben jij fit voor de toekomst? Kom alles te weten over schone energie tijdens de nieuwe energiebootcamps. Op zaterdag 8 september op het Eskamp Festival en zondag 9 september op het Circus Festival. Voor meer informatie ga je naar www.duurzaamdenhaag.nl.